Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewust zijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, vandaag gaan we het hebben over een requiem voor Dalí. Bijzonder is dat je dat requiem al gemaakt hebt voordat hij was overleden, namelijk in 1988. En waar komt die fascinatie voor Dalí bij jou vandaan? Nou, het is een combinatie eigenlijk. Inderdaad heb ik het al voorvoeld. En ja, niet dat het nou zo moeilijk was hoor, want hij had al Parkinson en het was natuurlijk al toch een soort van berichten, maar ik was toen heel erg bezig. Ik had een uitnodiging, ik had een galerie, Villa Barranca, daar gaan we het later nog weer eens uitgebreid over hebben. En toen kreeg ik ook een aanbod om dus de gravures en etches van Dalí te exposeren. En toen maakte ik eigenlijk het project Adalí Adama. En dat is eigenlijk een enorm groot ding geworden, omdat ik, ja, de fascinatie was vooral omdat hij in een tijd waarin toch meer het, noem het maar, abstracte enzovoort aan het opkomen was, hij heel erg juist naar de figuratie ging en naar een bepaald soort transreligieus, werd ook wel religieus op een bepaalde manier, maar dus de Christus en altijd een, zou ik dus nu zeggen als modern sacred artist, het sacrale zocht in de kunst. Maar dat was ook wel weer een contradictie, want het was natuurlijk ook een tijd van juist het seksuele, waar hij zo mee bijna geobsedeerd door was, of niet bijna. Maar goed, we gaan straks misschien nog dieper op in. Dus dat aspect van sacraal en tegelijkertijd dus de omzetting van, ja, de gewone realiteit. Hij was eigenlijk een van de eerste die ook, hij noemde dat de paranoïde criticism. Nou ja, had hij allerlei namen voor. Ik had natuurlijk allemaal bestudeerd toen. Waarin hij dus altijd de meerdimensionaliteit van een afbeelding, maar uiteindelijk natuurlijk van de werkelijkheid. Dus hij bestudeerde ook de atomen. He, dus dat alles in die tijd nog ook een soort doorbraak. Alles is atomen, is eigenlijk energie. Nou, dat zijn dingen die hem allemaal bezig hield. Los van natuurlijk, wat mij natuurlijk ook heel erg aansprak als performer, dat hij natuurlijk een perfecte performer was. En ook daar eigenlijk, nou ja, een heel essentieel onderdeel was van zijn kunst. Ja, want nou ja, mensen zullen de naam Dalí zeker wel kennen en waarschijnlijk ook wel afbeeldingen van zijn werk. Maar jij hebt zelf, je refereerde er heel kort even aan, 9 werken gemaakt die gebaseerd zijn op zijn leven, tenminste, zo, dat zeg ik nu maar even. En ik vroeg me af, los daarvan, heeft Dalí, mensen kennen hem als surrealist, heeft dat ook nog invloed op jou gehad? Dus er zijn 2 vragen in 1. Ja, ja, nou ja, surrealist, hij was zelf eigenlijk getranscendeerd daarin. Kijk, hij vond 1 ding en het was gewoon, ik ben Dalí, de goddelijke. En het is in die tijd al helemaal natuurlijk toch bijna blasfemisch. Of dat mensen denken, nou ja, die is echt krankzinnig. Wat hij ook mee speelde. Hij speelde natuurlijk ermee dat hij krankzinnig was. Maar kijk, nu wij dus veel meer bewust zijn van de I am divine, I am the light, I am that I am. Hè, dus die woorden, en niet dat ik dat toen ook precies allemaal wist zoals ik het nu weet. Hè, we praten dus over 88. Ik voelde heel erg aan dat hij boven het banale wilde uitstijgen. En tegelijkertijd ook een, ja, bijna een voyeur was wel van de banale werkelijkheid. Hè. Er zijn ook natuurlijk eindeloze verhalen hoe hij al die orgieën en noem het op organiseerde. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Maar surrealistisch, ja, het was voor hem eigenlijk niet zozeer het surrealisme, maar het, wat ik al zei, het meerdimensionale. Hè. Dus er zijn prachtige afbeeldingen dat je dan kijkt, is dit nou, bij wijze van spreken, iemand met een das,
En dat blijkt dan bij wijze van spreken een hele andere werkelijkheid in te zitten. Zo, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd, ik heb al die boeken. Maar hij schilderde altijd dwars door de dingen heen. Maar ook weer, dat is weer het aparte ervan, ook gewoon, hè, dus dan keek hij gewoon uit zijn raampje in Cadaqués. En dan zag hij daar ben ik ook allemaal geweest. Ik ben overal waar hij toen was, heb ik helemaal onderzocht. En het was gewoon uit zo'n raampje. En dan zag je inderdaad die fantastische rotspartijen uitstijgend boven de zee. En daar zag hij dan een rhinoceros in en noem het op allemaal. En dus het is niet zozeer surrealisme, maar ook het, nou ja, eigenlijk het trieste ook van de mens. Want het was altijd met krukken. Hè, dus het was altijd, hè, zoals ook die bekende camembert kaas. Hè, dan at hij camembert en ineens zag hij dat het de tijd is. En dat schildert hij dan ook, het smelten van de tijd. Maar wat is tijd eigenlijk? Dus dat zijn allemaal dingen die hem enorm bezig hielden. Maar ook allemaal dus heel dicht bij hemzelf. Hè. Het ging hem om niet een stroming te zijn, behalve dan Dalí zelf. En ja, het is een fenomeen wat, denk ik, steeds meer kan worden begrepen als hij wilde zijn meerdimensionaliteit en zijn genialiteit in dienst stellen. En dat is toch wel iets waar ik absoluut in geloof, in alles wat hij echt heeft gedaan. Dat is toch het geloof in, ja, in God is natuurlijk weer zo groot gezegd, maar het was in die tijd echt not done, om het zomaar eens te zeggen. Maar hij was toch wel echt van binnenuit, wist hij gewoon het koninkrijk God, of het gaat om zelfrealisatie. En hij heeft ook bijvoorbeeld een autobiografie geschreven met echt niet zo van ik ben daar en daar geboren, maar maakte gewoon zijn eigen paranoïde werkelijkheid. He, dus hij wist toen al, I'm a co-creator. En ik denk dat Gala op haar manier, die natuurlijk ook heel spiritueel was, maar ook natuurlijk hele andere kanten had. Dus ja, hoef ik allemaal misschien niet allemaal over. Maar hij heeft heel veel verdriet ook gehad. En nou ja, op het laatst was die Parkinson. En dat was eigenlijk ook voor mij dat requiem. Hoewel ik toen nog niet wist precies mijn functie als medium. Maar ik had heel erg het gevoel dat ik, ja, een soort kosmisch vrouwelijk gewelf van troost moest maken. Hè? Wat ook de functie is van het requiem. Het rust geven. Omdat hij, ik denk met iemand die zoveel impact heeft gehad en nog steeds, en ook zoveel prachtige dingen geschilderd heeft. Want het is helemaal niet mijn stijl. Nee, het heeft eigenlijk niks met mijn stijl te maken. Maar ik bewonder zijn verdieping, hè, in die meerdimensionaliteit. Maar het heeft dus totaal niks te maken met, ik vind bepaalde dingen ook gewoon lelijk, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er mij om dat hij meerdimensioneel, dat is eigenlijk het beste woord wat ik kan zeggen, en dat vind ik ook een beter woord voor hem dan surrealistisch. Dus hij deed niet alleen maar iets om vervreemding op te werken. Ten eerste zag hij het echt zelf zo. En als we nu weten dat er dus dat er meerdimensionaliteit is en dat je dingen van alle kanten tegelijkertijd en parallele universen en alles wat we nu weten, ja, dan denk je ook van ja, hij leefde in die wereld. En het was voor hem niet zozeer surrealeer, het was voor hem reëel. Ja, want dat vind ik interessant, dat je inderdaad, jouw stijl is totaal anders, maar als ik het zo ook hoor, dan is het veel meer een bepaalde, ik zal maar zeggen, levensfilosofie die hij erop nahield. Met name dus die meerdimensionaliteit en dat erkennen van het goddelijke in zichzelf. Dat jou ook heeft, ja, gefascineerd, aangetrokken. En je hebt dus dat requiem gemaakt. En dat bestaat dus uit tekst en ook uit werken zelf. Kun je iets vertellen over hoe je tot die werken en die beelden die daarin zitten, hoe je daartoe gekomen bent? Nou ja, kijk, ik wil eigenlijk de essentie, vind ik, van wat ik van Dalí vind, is dat hij een alchemist is. En dat is eigenlijk, ik was in die tijd toen al bezig met rood, wit, zwart. Ja, of eigenlijk zwart, wit, rood, moet ik zeggen.
En dat is, dus zijn de kleuren van de alchemie, zoals ik ze dan ook in Hemelpoorten later, hè, dus Nigredo, Albedo, Rubedo. Dat zijn de drie fasen, hè, er zijn natuurlijk wel tussenfasen nog, maar even zo, dat zijn toch de hoofdfasen waarop je dus eerst vanuit het donker, nou, bij hem, ik heb je gezegd, hij was dus in de eerste ook heel duidelijk met die dieptepsychologie bezig en al dat is die hele seksuele en die krukken en al die dingen die hij dus allemaal schilderde en dat vervreemding in de zin van, ja, de mens is echt niet wat hij lijkt, maar hij heeft allemaal laadjes. Hij schilderde ook allemaal laadjes, hè. Dat was de tijd van Freud en ja, goed, hij was aan het ontdekken van, ja, wat is de mens? Allemaal laadjes die allemaal geheime dingen open zitten. Nou, dus dat is heel interessant, is dat die Nigredo-fase, die donkere fase, dan die witte fase waarin hij dus inderdaad naar het sacrale wil gaan, dat hij toch zegt, ja, maar het gaat, hij schildert ook prachtige kristallen en die atomaire wereld, dat de dingen zijn niet wat ze zijn, je kan er doorheen kijken, dus die kristallenwereld en ook die bewondering voor bijvoorbeeld een Vermeer, hij was heel erg op, heel natuurlijk en precies schilderde, maar Vermeer, ja, daar kon niemand boven Vermeer, ook hij niet, hè, dus dat was ook weer die bewondering voor dat perfecte, dat schone, dat wonderschone. En dan de Rubedo-fase was eigenlijk toch dat hij die godrealisatie wilde. Dus hij heeft ook prachtige Christus geschilderd. Dat is echt een oerarchetype geworden. He, en ook maar helemaal met, dus niet een kruis, maar echt die kubussen, ook weer die meerdimensionaliteit. En het brood, he, dus het heilige brood van het leven en de wijn van het zijn. En dat zit allemaal in die voor hem toen toch wel eenzame weg. Want ja, je kunt zeggen de schaduwkant was dat hij ja, rechts was en dat hij markies wilde worden. Dus een uiterlijke erkenning nog van het koninklijke in jezelf. Kijk, dat hoef ik niet meer. En kan je ook heel veel kritiek op hebben enzovoort. Maar daar gaat het niet om. Voor hem was het op dat moment de uitdrukking van, jongens, een kunstenaar is een heilig iemand. Die heeft iets te zeggen. En die moet het voorwerp, het object, de objectieve werkelijkheid, ja, heiligen. En dat is natuurlijk wat mij aansprak. En dat zie je ook in mijn requiem, dat ik daar ook naar refereer. Je hebt ook een fascinatie voor de dood, omdat, ja, hij had dus een dubbel. Het komt ook daarin voor, in het gedicht. Want daarvoor was er een kind geboren en die heette ook Salvador. Dus hij dacht altijd, ja, wie ben ik nou? Ben ik nou Salvador de dode of de levende? Los van dat Salvador is natuurlijk ook de verlosser. Dus allemaal dat soort menging van het diepste onvermogen in de mens. En met name rond die seksualiteit, hè, want ja, die Gala die is toen later ook een hele eigen weg gegaan. Vrouw, hè, Gala. Ja, Gala was dus een vrouw. En die is een heel eigen weg gegaan ook later. En hij zat ondertussen met die Parkinson. Dus het is ook best wel, hoe rijk die ook was, heeft hij natuurlijk toch niet ergens het koninklijke wel in zichzelf, maar toch niet samen met zijn vrouw Gala, wat hij natuurlijk heel graag had gewild. En daarom, hè, dan kom ik straks nog op terug over Figueras. Dat we dan, waarom die toch alleen is begraven in Figueras, zijn museum. Ja, Figueras, Marama, jij bent daar geweest ver voordat er rijen stonden, ja. En je waarschijnlijk nu kaartjes van tevoren moet kopen. Vertel eens, hoe was dat toen? Ja, dat was ook weer wat ik je al zei, hè, dat hij, en dat is ook trouwens een herkenning met mij, hè, dus ik wil eigenlijk ook dus Madama Movement, Modern Sacred Art, dus ik wil ook op een gegeven moment, ja, dat mijn werk toch een heilige plek krijgt, een focusplek. Nou, hij had dat dus ook heel sterk. Hij wilde een museum. Ja, een museum, ja, dat klinkt altijd zo. Maar voor hem ging het er ook om dat zijn oeuvre, als het ware de energieën die daarin zitten en de visie die hij had over ook de verbinding hemel-aarde. Dus hij wilde ook een prachtige, grote glazen koepel. Hè, want het was in feite de wereldkoepel, de hemel in feite, waarin de verbinding met het goddelijke, maar ook met de aarde, hè, dus precies die verbinding, wilde die. En hij heeft dus toen zelf heel veel tijd en geld geïnvesteerd, hè, want dat was echt zijn eigen initiatief, moet je voorstellen. Dat kan je je eigenlijk niet voorstellen, van nu allemaal zo beroemd en zo dit en zo dat. Nou, ik heb het gezien, het was echt een stoffige, het was gewoon een oud gebouw, zou je bijna zeggen.
En wel een beetje met torentjes. Dus hij had daar ook allemaal soort, ja, zoals die brooddeegjes van die schelpjes opgemaakt. Aan de buitenkant, wat ook heel normaal was vroeger. In echte antieke gebouwen. In koninklijke gebouwen. Dus dat moest een koninklijke uitstraling. Maar hij maakte dan wel een beetje weer iets absurds van. Maar het is vooral dat je binnenkwam. Het was allemaal stoffig. Ik zal het nooit vergeten. En het, ja, het was er wel, maar het was allemaal een beetje slonzig. En ja, ik vond het eigenlijk best wel heel leuk, hoor. Want je zag dus ook het concept wel met al die hele grote reuze figuren. Maar het leukste was gewoon dat je zag het voor me hoe die daar naartoe slofte. Hè? En om dan moeite te doen en financiën ook misschien, ik weet niet precies hoe dat is gegaan, maar om het dus echt hoe belangrijk het is om de goddelijke Dalí, hè, en die natuurlijk ook al een beetje al werd gezien als commercieel, want hij was een van de eerste die ook reclames deed. Nou doet iedereen het. Dus was de Dalí-dollars, weet je wel. Dus hij was ook al een beetje toch een soort figuur aan de ene kant geëerd en aan de andere kant beschimpt. Ook zelfs daar in Spanje. En hij had ook bepaalde dingen ook, en dat werd hem ook natuurlijk wel kwalijk genomen, aan Madrid overgedaan. Terwijl natuurlijk toch in Catalonië. Dus daar zat ook weer iets dubbels in allemaal. Want ik wilde toen mijn project daar doen. Ik zei, ja, maar dat is allemaal nog gedoe met Madrid en Catalonië. Nou ja, je weet, die strijd van die vrijheidsstrijd is ook sterk. En hij was toch ook wel een echte Cataloniër. Maar op een of andere manier, of ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar in ieder geval ook dat speelde dus, dat hij gewoon de financiën ook niet kreeg en de medewerking ook niet vanwege Madrid-Catalonië. Het was echt waar. Het was net alsof je bij hem thuis kwam, bij een man alleen, die overal zijn voorwerpjes had, weet je wel, maar nog niet schoon gepoetst. Het was gewoon eigenlijk heel ontroerend. En ja, want dat moet toch in de jaren 80 geweest zijn, voor mijn tijd in elk geval. Nou, dat was dus 89, hè, ben ik daar geweest. En hij was toen al net overleden. Maar ik dat graf, dus hij was ook nog niet eigenlijk erin. Het was ook veel later pas hoe dat echt werd gemaakt. Maar hij is dus zelf begraven in Figueras, wat dus oorspronkelijk de bedoeling was dat hij in een van zijn paleizen daar. Maar daar is dus Gala dan wel alleen begraven later, of eerder. Maar in ieder geval, hij is alleen in zijn eigen museum heeft hij dus die sarcofaag als markies. Dan daar staat hij. Maar het was ook, geloof ik, of hij was er al in of niet. Maar het was allemaal heel onopvallend, dat weet ik wel. Dus het is natuurlijk ook een tijd geleden. Maar het was indrukwekkend, en dat vind ik dan zo ontroerend, dat iemand ook die moeite doet om te zeggen, nou, ook architectonisch was het heel interessant. En hij had natuurlijk al die, wat hij allemaal in Caracas had, al die autobanden. Daar heeft hij ook heel veel mee gedaan. Ik ben ook trouwens in Caracas geweest. Dat was prachtig. Dat was eerst een klein, ja, vissershuisje. En toen werd hij rijker. Toen kwam er nog een vissershuisje. En uiteindelijk heel luxe en prachtig. En daar heeft hij dus, ja, dat is nu ook natuurlijk super, super, super. Maar toen ik er was, was het ook weer gewoon, bij wijze van spreken, zo binnenlopen. En ja, het was ook schitterend gewoon. Ja, maar het is heel boeiend allemaal van hoe je dat in de tijd hebt gezien en beleefd. En toen heb je dus inderdaad ook dat gedicht gemaakt. En ik wil je vragen of je dat nu wil lezen. Ja, oké. Ik zal het eerst lezen, want later zullen jullie het ook horen terwijl ik het zing. Dus ik heb het in 89, ja, toen was hij net overleden, heb ik het in Amsterdam. Zo is het begonnen eigenlijk, in een boekhandel in Amsterdam. Nou, daarna heb ik het eigenlijk ieder jaar gedaan. En ook nog in 99, de Weversingel, hele rituelen gedaan. Ja, was schitterend met objecten. En omdat het voor mij zo belangrijk was, ik noem het Music from the Unknown to Bring You Home. Ja, dus dat is het Requiem idee. It is hard to find the key lost in the fragments of ancient times. The electronic paintings of distorted vacuums are calling thee. A transparent thread of silence cloaked in sounds of unheard colors are calling thee. Salvador Dalí, come to me, the cosmic womb. With no roof but your own
released soul. No more layers of lust. No more saints of paint. But being, being, nothing but love. Love embalming your shaking hands, taking your mask off to celebrate the divine light of spiritual truth. Spiritual truth, black for the blind, horrible for the hypocrites, false for the publishers, but brilliant for the alchemist, for the wisdom you so profoundly served in the desert of secret sense, in search for your cosmic double, is calling you in the dynamics of invisible dimensions of beauty. Beauty penetrating matter transformed in gold. Salvador Dalí, fly, fly, fly free towards inwards sea of infinity, for it is finished now. Thou art released. En toen ik dit schreef, dus wat ik al zei in 88, was het ook mijn requiem. Dus ten eerste heb ik het ook laten vertalen in Spaans. En ook vaak met iemand die goed Spaans spreekt, performed. Maar het was in 88 ook, ik al zei, in Villa Barranca, was ook het einde van mij. Ik heb toen die hele Villa Barranca moeten opzeggen, wegens allerlei toestanden. En het is ook heel, ja, een beetje bitter allemaal afgelopen. Dus het was synchroon dat ik het, ik denk dat het ook zo gaat, dat ik dus dat requiem voor hem schreef, maar uiteindelijk ook voor mij, Madama, Adali, Adama. Dus nu mag je jou, ook jouw eigen diamanten werkelijkheid, die zoektocht, mag je vervolmaken. Want ik was echt ook, net als hij, hè, al die beelden, die saints of paints, en noem het op, je zag zijn hoofd helemaal shaken en zijn handen en alles en de hele wereld. Nou, zo was het bij mij ook nadat ik dus al die jaren de galerie had gedaan, de eerste transculturele galerie in Amsterdam, wat mij ook alles heeft gekost, letterlijk en figuurlijk. En dat was ook klaar, dus ik kon een nieuw leven beginnen. Ja, ik kom toch even terug op het gedicht, want daar staat dus heel veel in die tekst. En die teksten, die heb jij ook verwerkt in de afbeeldingen. Ja. En misschien is het goed om daar nog even naar te kijken, van die afbeelding, hoe heb je die vormgegeven in relatie tot die tekst? Nou ja, gewoon heel letterlijk. Hè. Kijk bijvoorbeeld, ja, ik heb dus de Saints of Pains, dus die No More Layers of Lust. En je ziet dan ook een tijger waarop die op zit. En ja, dat is, je moet het gewoon zien, en dat kan je ook zien op de verschillende kanalen. Maar the wisdom you so profoundly served, dan zie je dus inderdaad een kameel door die deserts of secret sense, dat is natuurlijk de tijd. En dan Black for the Blind, dat is eigenlijk een van de mooiste, vinden de meeste mensen. Dan zie je dat hij zowel donker is als het enige echte portret van hem. Dan zie je ook echt zo die snor. Maar dat zie je tegen het zwart aan. Hè, van die donkerte, van die deur die je ingaat. Maar ook nooit, ja, ik zou maar zeggen, een diepte die je niet had kunnen vermoeden. Maar tegelijk door de omzetting van het zwart, het briljante, en dat zie je allemaal. Volgens voor de publisher is natuurlijk duidelijk, hè, werd heel veel vervalst. Er waren natuurlijk ook heel veel mensen die niks van hem begrepen. En bijvoorbeeld, die vind ik ook zo mooi, je ziet hem ook, ja, op het laatst zie je hem dus ook uit die kist opstaan, als het ware, in de Salvador Fly Free. En de dynamics of beauty, dus zie je hem ook heel transparant zitten. Ja, je moet het zien. En het begin, ja, daar ben ik eigenlijk zelf. It's hard to find the key. En dat zie je dan, dat vrouwenportret. Dus dat is de ziel die dwars door alles heen. Als een soort warrior, als een soort Amazon. Daar eigenlijk het hele universum wil veroveren. Door de weg te gaan van de alchemie. Ja, maar je blijft mij
altijd weer verrassen, want hoe snel je dit ook allemaal even zegt, ik zie al gelijk weer hele nieuwe perspectieven in die werken die ik natuurlijk op verschillende exposities heb gezien. Onder andere hebben we een selectie daarvan geëxposeerd in de EC Cultuurfabriek een paar jaar geleden. Dit is mijn hommage aan Dalí. Waarom hebben we dat tentoongesteld? Omdat het toch weer dat rood, zwart, wit is. Maar hier zie je ook die stadia. Kijk, dit is de mens in het gevecht met de materie, met het skelet, met de dood, met het rood van het bloed. Dit is het naar binnen gaan om het te verwerken, om er iets mee te doen. Deze is het loslaten van de lust, van de woede. Het hele loslaatproces om tot vernieuwing te komen. Het naar binnen gaan, de alchemist. Het donker kijken. En toch uiteindelijk een onderscheid kunnen maken. En dan uiteindelijk, dit is mijn requiem voor Dalí. Uiteindelijk laat je alles los en kom je je engel, je kosmisch dubbel, je ziel, hoe je het ook noemen wil, tegen. En dan sta je op en ben je vrij. Dalí, Dalí, you are free. Maar dat geldt voor iedereen die een bepaalde weerstand overwint. Of het nou woede is of onmacht of onrecht. Iedereen, niet alleen kunstenaars. Wij allemaal gaan naar het verlangen naar zuiverheid. Ik zie opnieuw weer hoe ongelooflijk gelaagd jouw werk is. Want dat zeg je dan even voor het gezicht. Zo van, oh, dan zie je die vrouw als de Amazon. En ik verhip, ja, dat bedoel je dus er eigenlijk mee. Weet je wel zo. Dus het is echt zo interessant. Hè, ook van dat portret met die deur. Denk ik, ja, dat portret, dat herken ik totaal. Maar van die deur, nou, dat heb ik eigenlijk ook nooit gezien. Het is echt een meesterwerk. Kijk, ik heb hem toen echt geëerd. En ik wou ook toen echt een heel realistisch. Maar wat ik heel bijzonder vind, het was eigenlijk bedoeld als een project dat het dan in een mooie zwarte cover, een soort doos met daarop een diamant. Nou, daar heb ik ook heel veel Adalí, Adama, Adamas. Adamas is diamant, want het ging bij hem ook om de diamantenwerkelijkheid. Wat natuurlijk te maken heeft met het onvernietigbare kern in jezelf. En dat was voor mij ook de leidraad, zowel voor het requiem als voor het eren van Dalí, dat hij toch heeft gezocht naar dat onvernietigbare zelf. Ja, mevrouw, we hebben het al een paar keer gezegd. Je hebt dus heel vaak performances gegeven met de afbeeldingen en dan de tekst gezongen. En we hebben een prachtige opname van 31 januari 1999. Zijn datum. Dat is dus nog in Capella Almadama in Amersfoort gemaakt. En dat is de opname waarin jij dus dit gedicht zingt. En dat doe je op een ongelooflijk Madama manier. Ander woord is er niet voor. Maar het duurt even. Het is dus niet een nummertje van 2 minuten... maar ga ervoor zitten, ga er naar luisteren, laat je onderdompelen. Er zitten ook hele mooie stukjes instrumentaal, hè, dat je alleen even de piano speelt. Super. Dus heel veel luisterplezier gewenst. Oké, ja, het zijn 9 coupletten, dus het is een hommage aan iedereen die het briljante in zichzelf wil vieren. Music from the unknown. To bring you home, to bring your home. It is hard.
the fragments of air. Electronic paintings of distorted vacuums. Of unheard colors. Calling thee, Salvador Dali, come to me. Come to me, the cosmic womb with no roof. No roof but your own released soul. No more layers of lust, and no more saints of paint. Embalming your
taking hands, taking your mask off to celebrate the divine light of spiritual truth. Sands in the desert of time, in search for your cosmic double. Salvador Dali, your cosmic double is calling you in the dynamics of invisible dimensions of beauty penetrating matter. Penetrating matter transformed in gold.
words, inward seas of infinity. Salvador Dali, flavory to words, inward seas of infinity. It is finished. It is finished. It is finished. It is finished. Now thou art released. Thou art released. Salvador Dali, thou art released. Fly, fly. And no more saints of paint, but thank you.
con amor, Dali. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5-sterren ranking op Spotify of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht? Stuur een mail naar info@madama.nl. Meer info vind je ook op de website www.madama.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.